Een Chinese delegatie uit Xinjiang heeft vandaag een beleefdheidsbezoek gebracht aan Mike Nerkust, districtscommissaris van Paramaribo Noordoost. De twee steden hebben al 21 jaren een zusterband met elkaar. De DC zegt dat binnen deze samenwerking er een aantal projecten is uitgevoerd. Tijdens het bezoek van de Chinese delegatie is er over komende projecten gesproken. Eén daarvan is een fietsenproject. Dat is, we gaan kijken welke wegen we aan zo'n traject kunnen toevoegen, waarbij we dan nearly all bicycle roads kunnen maken. Dus wegen die eigenlijk omgetoverd kunnen worden tot, laten we zeggen, fietswegen. Toch? Voor meer dan 80%. Toch? Want je gaat misschien ook auto's hebben, want mensen wonen daar. Toch? En dan kan je dan een fietsentraject uitzetten van het noorden tot het zuiden, het oosten tot het westen van Paramaribo. Toch? Waarbij mensen dan bezig beter kunnen gaan bewegen, makkelijker kunnen bewegen over de weg. Toch? En ook nog in beweging zijn. Toch? Als het project af is, dan denk ik dat we dan ondersteuning kunnen krijgen. Waardoor we dan kunnen kijken als we dan de technische hulp kunnen inroepen van de stad Hangzhou om dat gedeelte hier in te voeren. Nerkust zegt dat het commissariaat Paramaribo Noordoost bezig is met de voorbereidingen van het fietsenproject. Ze zetten het traject uit en kijken uit naar wegen die geschikt zijn voor dit project. Als je het hebt gemaakt, moet je hem ook nog gaan bereiden zelf. Om te kijken, voldoet het aan de voorwaarden om, laten we zeggen, een gedeelte van die weg om te toveren. Dat waar er al die fietsen gaan. Wat gaan we doen met de verkeersborden? Hoe gaat dat alles in elkaar? Hoe gaat het eruit zien? Toch? Hoe gaat het verwerkt worden? Dus het hele pakket moet nog helemaal worden gefinaliseerd. Maar we zijn bezig om nu het in kaart te zetten. Zodat wanneer je in kaart hebt gezet, dan kan je dan nu gaan kijken naar het gedeelte van het verkeersaspect. Waarbij de afdeling wegen, de verkeerspolitie erbij komt ook. Dat was dus DC Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost. Hij wil dat het plan voor een ieder acceptabel is, alvorens over te gaan naar het volgende traject.